In de vijfde wedstrijd van de competitie trad Jong PEC Zwolle in Dordrecht aan tegen Jong FC Dordrecht. En aan de Kromme Dijk is de ploeg van Albert van der Haar gelijk gevaarlijk. Met de lange bal van Jochem van Putten. Wordt uitverdedigd door Dordrecht. Karagounis controleert en haalt uit. Maar dit schot gaat naast het doel van Wolters. En waar Jong FC Dordrecht in het begin het betere van het spel had, waren de kansjes voor Jong PEC Zwolle. Met hier Witteveen. Witteveen haalt uit, maar de bal is makkelijk te pakken. 8 minuten voor rust is het wel raak voor de ploeg uit Zwolle. De voorzet van Rogier Benschop. En deze wordt keurig binnengeknikt door Milo Witteveen. En zo gaat de ploeg van Albert van der Haar rusten met een 1-0 voorsprong. In de tweede helft is de eerste kans voor Jong FC Dordrecht. Met de actie en de voorzet van Seintje. Maar deze kans wordt hoog overgeschoten door Dos Santos. En in die tweede helft neemt Jong FC Dordrecht steeds meer het initiatief. Met de steekbaas van Seintje. Op Groothuizen, maar een makkelijk te pakken bal voor Mike Houtmeijer. Een kwartier voor tijd krijgt Jong PEC Zwolle een penalty vanwege een hensbal van Jong FC Dordrecht. En zo kan Milo Witteveen aanleggen voor zijn tweede doelpunt en zet hij de stand op 0-2. Een minuut later is het Thanasis Karagounis die goed blijft doorjagen. Eerst op verdediger Jacomo en vervolgens op keeper Wolters. En zo maakt Thanasis Karagounis hier de 3-0 voor Jong PEC Zwolle. Het slotstuk van de avond is voor Milo Witteveen. De voorzet van Schet. Het schot van Karagounis. En Milo Witteveen schiet via de paal en de keeper zijn derde doelpunt van de avond binnen. En zo eindigt deze wedstrijd in een 0-4 overwinning voor Jong PEC Zwolle. Albert van der Haar, 0-4 overwinning. Tevreden? Ja, uiteraard. Je wil elke wedstrijd winnen. En als je dan met 4-0 wint en eigenlijk ook wel weer veel kansen gecreëerd hebt. Ook wel wat weggegeven, moet ik zeggen. Een paar voorzetten waar Mike goed bij zat. Vond ik ons spel niet altijd al te goed. Als we echt tempo maakten en we maakten ook loopacties zonder de bal in de diepte. En we creëerden onze eigen ruimtes. Die momenten waar we echt goed aan spelen. 4 goals gemaakt, lekker voor het doelsaldo ook weer. En ja, op het einde, de laatste 10 minuten, ging het wel heel snel met de goals. Dat is toch fijn. Nu zaak om de koppositie vast te houden? Ja, we willen gewoon elke wedstrijd zo goed mogelijk presteren. Kijk, ik ben nu 2 wedstrijden met eigen groep. We hebben bij 1 een goede groep. En als ik daar jongens van krijg, die willen ook allemaal spelen. Dus dat houdt elkaar wel gretig. Dan heb ik ook veel vertrouwen in hoe wij dit seizoen eigenlijk af gaan maken.